Weinig bussen vandaag in Zeeland door stakingen. Zometeen even een berichtje naar mijn stagebegeleider sturen. Waarschijnlijk weer naar huis. En verder in deze Zeeland nu. Bewoners AZC terug naar brand. En Jannes en Claudia Brevet stoppen ermee. Goedenavond. Stakingen in het busvervoer legden een deel van het openbaar vervoer vandaag plat. Chauffeurs van vakbond FNV staken na stukgelopen cao-onderhandelingen. Op het busstation in Goes was het vanochtend dan ook een stuk rustiger dan anders. 7:30 vanmorgen. Normaal is het hier druk rond dit tijdstip, maar vandaag is het rustig. De helft van de dienstregeling valt uit door stakende chauffeurs. En in de bussen die wel rijden zitten minder passagiers. Reizigers kiezen vandaag vooral voor alternatief vervoer of blijven thuis. Een enkeling neemt het risico. Dan kom je vanuit Vlissingen en dan wil je naar Zierikzee. Ja, dan vervalt alle bussen die binnenkort komt. Sowieso van een uurtje die ik al kan zien dan. Zometeen even een berichtje naar mijn stagebegeleider sturen. Waarschijnlijk weer naar huis. Dit is de plek waar Zeeuwse chauffeurs zich melden. De chauffeurs hoeven niet per se langs te komen, maar schrijven zich online in of bellen. Dit is 2023 en dat doen we alles digitaal. We werken met QR-codes en we kunnen inloggen. En ja, de tijd van op de dranghekken springen is jammer genoeg voorbij. De charme erachter is dan ook voorbij. Maar het gaat zich om de statement die we maken. Een statement voor meer loon, werkdrukverlaging en betere arbeidsomstandigheden. Ook morgen wordt er weer gestaakt. Het is dan ook weer de verwachting dat de helft van de bussen niet rijden. FNV hoopt snel weer in gesprek te komen met de werkgevers. Dat gaat bepalen of er de komende weken nog meer gestaakt gaat worden. En ondertussen staat het openbaar vervoer in Zeeland volop ter discussie. Want op normale dagen rijden er te veel en te vaak lege bussen. En dat is gewoon niet meer op te brengen. Het openbaar vervoer in Zeeland moet dus sowieso anders. In Burg-Haamstede is daarom vanmiddag officieel een proef gestart met een openbaar vervoer hub. De proef is een voorschot op het nieuwe plan voor het openbaar vervoer in de provincie vanaf 2025. Een hub is een halte waar je naartoe gaat om over te stappen in de bus. En dat betekent dat je met de fiets of lopend of met de auto daar naartoe gaat, instapt en met de bus verder gaat. En dus rijdt er over 2 jaar geen bus meer door de dorpen, maar eromheen. En moet je dus zelf bij zo'n hub buiten je dorp of wijk zien te komen. Inwoners zoals Nienke kunnen nu dus al ervaren hoe dat gaat zijn. Hiervoor stapte ik bij de bushalte Bijenlaan op. En nu moet ik 20 minuutjes lopen, dus gezond, maar is niet erg. Maar voor ouderen is dat volgens Nienke een ander verhaal. Niet echt praktisch, want ik sprak ook al iemand bij Bijenlaanhalte, zeg maar. En die zei, ik weet nog niet hoe ik dat moet gaan doen, zeg maar, als ik helemaal daar naartoe moet gaan lopen. Volgens de gemeente is er een oplossing, een haltetaxi bellen. Ruim van tevoren aangeven, dan kun je met de haltetaxi naar de hub. En we gaan naar politiek verslaggever Heiko Strietman. Hij staat bij die hub. Ja, Heiko, je hoort het al zeggen. Hè? Betekent dus nogal wat voor gebruikers dat ze dus zelf bij die hub moeten zien te komen. Ja, wat hoopt Schouwduiveland dan nu met deze proef te bereiken? Nou, de gemeente hoopt vooral dat ze kunnen kijken of er problemen zijn, knelpunten waar inwoners tegenaan lopen, in de hoop dat er nog aanpassingen mogelijk zijn voordat dat nieuwe OV-plan in 2025 in werking treedt. Nou, laten we het gelijk maar voorleggen aan verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas, die bij de opening was. Meneer van der Maas, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kan dat als er knelpunten zijn? Zijn er dan nog aanpassingen mogelijk? Nou, het is een prachtig moment, hè, de opening van de hub. Tegelijkertijd, we willen ervaring opdoen. Het is een pilot. Dus ik hoop dat zoveel mogelijk reizigers ook vertellen waarom ben ik tevreden en waarom ben ik ontevreden. En hoeveel ruimte is er om aanpassingen te doen? Nou, er is veel ruimte om aanpassingen te doen, omdat het echt een proef is. We willen naar snelle lijnen door de provincie. En uiteindelijk stap je ergens uit, we noemen dat een hub. Ben je dan nog niet thuis, dan moet er ook voor- en na-transport zijn. En dat willen we op een hele goede manier organiseren voor de reiziger. En wij zijn pas tevreden
als de reiziger ook tevreden is. Nou betekent het wel wat voor met name ouderen, mensen die slecht ter been zijn. Want of ze moeten een haltetaxi bellen, dus vrij ver van tevoren hun reis regelen. Of ze moeten behoorlijk ver lopen. Wat voor oplossingen komen daarvoor? Nou, de hubs liggen op strategische punten. De bussen hoeven niet meer heel lang, hè, in dit geval in Haamstede, door een dorp. De ouderen die heel dicht bij een zo'n halte woonden, of nu nog wonen, maar de halte is er niet meer. Die kunnen een beroep op ons doen, zodat er voor- en na-transport is naar de hub. En tot slot, dit is nou de eerste proef. Komen er nog meer proeven? Nou, ik ben heel blij dat gemeente Schouwen-Duiveland deze proef met ons wil opzetten. Ja, wij willen de komende 2 jaar nog meer pilots uitrollen in Zeeland. En wij gaan ook kijken, ja, welk nieuw gebied willen wij nu via een pilot beter bedienen door fijnmazig vervoer. Gedeputeerde Harry van der Maas, hartelijk dank voor uw toelichting. Ja, en tot om nog even terug te komen op deze hub, deze proef, die loopt nog tot en met de herfst en zal daarna worden geëvalueerd. Deze week komen de eerste 27 bewoners van het asielzoekerscentrum in Middelburg weer terug van hun tijdelijke evacuatie. Ze moesten vorige maand tijdelijk naar een andere plek in het land vanwege een brand in het Middelburgse AZC. De 38-jarige Rezan Habash uit Syrië is een van degenen die nu terugkeert in Middelburg. Ik ben heel blij terug zijn in Middelburg. Terug in mijn AZC, mijn kamer, mijn Nederland lessen en mijn vrienden hier. In december brak er brand uit in het centrum, waardoor het grote gebouw onbewoonbaar verklaard werd. De 280 bewoners van het AZC werden elders in het land ondergebracht. Iedereen is blij dat het oude vertrouwde nu weer terugkeert. Ja, weer leven, zeg maar. Anders waren wel nog de appartementen, de 10 appartementen, daar zaten nog mensen in. Maar als je bewoners hebt in je hoofdgebouw, dat is een andere dynamiek. En ik moet zeggen, iedereen is ook blij om weer terug hier te zijn. En dat is ook mooi om te zien. Verwachting is dat het grote bewonersgebouw pas over enkele maanden weer bewoond kan worden. De haven van Vlissingen moet oppassen geen doelwit te worden van de Russen, waarschuwt Rob de Wijk, bekend deskundige op het gebied van internationale betrekkingen. Op dit moment komt er veel Amerikaans legermateriaal aan in de Vlissingse haven. Bestemd voor Polen en Litouwen vanwege de oorlog in Oekraïne. En dat zou Vlissingen een doelwit voor de Russen kunnen maken in een oorlog tegen Oekraïne, stelt Rob de Wijk. Die wil dat de Vlissingse haven beter beveiligd wordt. Het aantal huurwoningen van woningbouwcorporaties in Zeeland is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er 2100 huurhuizen zijn verdwenen. De gemeente Vlissingen en Terneuzen zijn de meeste huurwoningen kwijtgeraakt. Alleen Goes en Capelle hebben sinds 2013 juist meer huurwoningen gekregen. En het aantal koopwoningen in onze provincie is in de afgelopen 10 jaar met meer dan 8000 toegenomen. En als we het dan toch over woningen hebben, Goes wil de komende 7 jaar 2700 nieuwe huizen bouwen. En dat plan is onderdeel van de woondeal met het Rijk voor de bouw van huizen in Zeeland. Goes stelt wel voorwaarden, het Rijk moet financieel bijdragen en de regels voor de woningbouw moeten simpeler. Er komt in ieder geval een heel nieuwe wijk in Goes met 500 woningen. Wij willen graag samen met de raad kijken wat dan de beste plek is voor die 400 à 500 woningen die er dan bij gaan komen. Maar dat idee kunt u nog niet in de openbaarheid brengen? Nee, dat gaat nog niet. Waarom niet? Omdat ik dan straks mijn kamer vol projectontwikkelaars heb zitten. En in heel Zeeland moeten er tot het jaar 2030 in totaal 16.500 nieuwe woningen bijkomen. Na 22 jaar stoppen Jannes en Claudia Bavet met hun 3-sterrenrestaurant Interscaldes in Kruiningen. Vanaf komende zomer wordt het toprestaurant gerund door Jeroen en Sanne 18, die nu nog in Zwitserland werken. Het restaurant is dicht vanwege vakantie, maar toch is het een drukke dag voor Jannes en Claudia Brevet. Enorm veel reacties, zowel van pers, maar ook gasten. Met een lach en een traan, moet ik wel zeggen. En heel veel collega's. De geruchten gingen in de culinaire wereld al langer, maar nu is het officieel. Een van de 2 restaurants in Nederland met 3 Michelinsterren wordt overgenomen. Een jaar terug het traject ingestapt. Te kijken of er of het interesse was om het bedrijf over te nemen. Hè. We hadden toch gedacht dat er 6-7 jaar overheen. Maar ja, we hadden vrij recent, na een 3/4 jaar, al contact met iemand die interesse in het pand had. En zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen. Hè. Al 45 jaar prijken er op dit pand achter mij 1 of meerdere Michelinsterren. In 2001 namen Jannes en Claudia Brevet de zaak over van Maartje Boudeling.
En sindsdien staan ze aan de nationale culinaire top. En nu is het tijd voor wat nieuws. Jeroen en Sanne 18 beginnen vanaf komende zomer in Interscaldis. Ze werken nu nog in Zwitserland en als ze hier beginnen worden ze de eerste maanden intensief begeleid door Jannes en Claudia Brevet. In de hoop het culinaire topniveau vast te houden. Dat is eigenlijk de nieuwe garde, hè? Jong ambitieus, eigen stijl. Net wat je zegt, twee sterren Michelin. En ik denk de perfecte opvolgers voor hier. Hè? We zien in ons eigenlijk hun een beetje de Jannes en Claudia Brevet van 22 jaar terug. Het waren 22 roerige en mooie jaren voor Jannes en Claudia in Interscaldis. Dieptepunt was ongetwijfeld de brand in 2003, waarbij veel schade ontstond. Het hoogtepunt is ook duidelijk. Ja, een groot hoogtepunt was natuurlijk wel die derde ster in 2018. Daar hebben we ook heel erg van genoten en nog steeds is dat heel mooi. En voor ons voelt het nu ook echt dat je op het hoogtepunt, op je toppen eigenlijk kunt stoppen. Ja, een mooie moment is er dan eigenlijk niet. De dag begon droog met ook redelijk wat zonneschijn. Maar hier zie je al de eerste wolken binnendrijven. Want rond deze tijd kunnen we enkele sneeuwbuien verwachten met ook lokale gladheid. En ook morgen kans op natte sneeuw en gewone sneeuw. En het kan dan ook tijdelijk weer glad worden. Van het weekend wordt het ietsje beter. En tot zover deze Zeeland nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.